Oké, goedenavond ook van mij uit. Dus vanavond gaan we de webinar Tourski hier geven. Het is een vergelijkbare webinar als in het verleden. Deze webinar is geen lesavond. Het is echt bedoeld om jullie even te laten kennismaken van als je getriggerd bent om iets te gaan doen buiten de pistes, om misschien zomerse tochten in de winter ook te kunnen gaan doen en dan met skis of met snowboard of splitboard te willen gaan doen, willen we eventjes jullie vooral een beetje bij de hand nemen van wat zijn de stapjes dat je daarvoor kan doorlopen, welke kennis heb je daarvoor nodig, al iets over het materiaal enzovoort. Maar we gaan er stapsgewijs doorheen gaan. Ik ga voornamelijk de presentatie geven. Maar zeker voor splitboardvragen is iets waar Jelle absoluut bij kan aanvullen, want daar heb ik zelf veel minder ervaring mee. Misschien nog eventjes meedelen, als er vragen zijn naar onduidelijkheden enzovoort toe, kan je die in de chat stellen. Ik hoop daar ook nog een beetje een oog op te houden. En anders is er zeker aan het einde van de presentatie kans toe om daarop in te gaan. Goed, ik had het daarnet al gezegd, dit is geen lesmoment, maar dit zijn wel zaken waar we het over gaan hebben. Even wat onderscheid maken tussen over wanneer spreken we van tourskiën, wanneer van freeriden enzovoort. Wat over materialen, over technieken, over de grootste risico's en vooral dan welke kansen heb je nu om ermee aan de slag te gaan. Goed, pisteskiën is iets dat voor de meesten allicht hier nogal vertrouwd is. Want meestal als je wil beginnen met tourskiën zal je al wel heel wat ervaring hebben op skipistes. De volgende stap na het pisteskiën is vaak al het wat buitenpiste of vlak naast de piste skiën. Dat is doorgaans ook een behoorlijk veilige stap, want dat is eigenlijk nog mee gecontroleerd door het skigebied. Tenminste, als je niet onder de omheiningen doorgaat, daar waar er staat dat het absoluut niet mag. Maar het vlak naast de paaltjes gaan skiën is wel een goede stap om al wat ervaring op te doen met andere sneeuwsoorten. Tourskiën op de piste is ook nog zoiets dat alsmaar populairder aan het worden is. Je ziet zelfs in heel wat skigebieden er allerlei regelingen uit rondkomen. Wat maken dat eigenlijk velen zien dat als een aparte discipline al bijna. Anderen gaan misschien gaan joggen 's avonds. Vele locals gaan dan vooral eigenlijk ook zoiets gaan tourskiën op de piste. Vaak pistes die gesloten zijn overdag, maar waar ze er een eentje open houden om 's avonds omhoog te stappen en langs een andere terug naar beneden te komen. Maar dat is iets dat je ook alsmaar vaker ziet. En ik kan dat ook wel aanraden op zich in gewenning van je materiaal. Dat je eigenlijk zo al eens kan ondervinden in veilige omstandigheden naar boven stappen. U eigenlijk niet te veel moet aantrekken van lawinegevaar enzovoort, omdat dat doorgaans een zeer gecontroleerde omgeving is. En je kan op een vertrouwde skipiste met je tourski-materiaal naar beneden komen. Op zich ideaal ook om daags voor een tourski-stage of zoiets al eens te ondervinden. Freeriden, dan spreken we eigenlijk over het gebruik van liften, maar waarbij dat we buiten de pistes, en dan zitten we vaak al wat verder buiten de pistes dan er vlak naast, gaan eigenlijk in diep sneeuw of in allerlei wisselende sneeuwsoorten naar beneden komen. Daarbij moet wel opgemerkt worden, freeriden, dat je daarbij wel alle noodzakelijke kennis over inschatting van lawinegevaar en van de risico's in het terrein hoort te beheersen en ook alle materialen bij moet hebben. Dit omdat freeriden is doorgaans in heel steil terrein. Vaak worden daar ook grotere risico's genomen dan in het tourskiën. Dus freeriden is meestal iets, als je dat aan lokale berggidsen gaat vragen, dat is de moment dat ze bijna altijd ook een lawine-airbag zullen op hebben. Nog veel vaker dan bij het tourskiën zelf. Pre-rando, dat zit er eigenlijk al zo wat tussenin. Dan gaat er wel vaak een lift gebruikt worden, maar gaan er ook stukken gestapt worden, dus met de stijgvellen onder de skis of de
of het splitboard. En gaat er ja, vaak al net iets verder, meer afgelegen, afgeskied worden. Tourskiën, dan hebben we in laag- en middelgebergte. Wat bedoelen we daarmee? Dat gaat over gebergte dat in de zomer er vaak iets minder spectaculair en grillig en hoog uitziet, maar met een schoon laagje sneeuw toch heel wat skipret oplevert. Laag- en middelgebergte betekent vooral in de winter ook dat je niet u aan typische hooggebergte gevaren gaat blootstellen, zoals gletsjeroverschrijdingen of nog veel meer exposé en steile wanden of wat dan ook. Laag- en middelgebergte betekent echter niet dat je vrij bent van lawinegevaar. Hooggebergte, de ski-hoogtoeren, vaak zijn dat ook doorgaande tochten, die wat meer van hut naar hut bijvoorbeeld zijn. Maar die vooral dus wel op dat hooggebergte terrein zijn, waar dat zeker gletsjeroverschrijdingen ook deel van uitmaken en dus ook wat extra kennis en ervaring vergen. Het zogenaamde ski-alpinisme, dan kan je eigenlijk bij gaan redeneren van ja, dat je het beklimmen van bergen wordt meer een doel op zich. En de skis lenen zich daartoe tot op een bepaalde hoogte of steilte of moeilijkheid. En dan zullen heel vaak die skis ook op de rug gedragen worden. En zullen er op stijgijzers bijvoorbeeld verder gegaan worden. Dus daar ga je eigenlijk aspecten uit het zomeralpinisme en het winterse tourskiën gaan combineren met elkaar om tot skialpinisme te komen. Wat ik misschien ook nog even hier in de marge kan zeggen, onder skialpinisme en zo wordt eigenlijk nog wel meer verstaan vaak. Je ziet daar ook soms in een competitiecontext waarbij dat er afstanden of bepaalde terreinsoorten in een bepaalde tijd worden afgelegd. Daar houden we ons in deze presentatie iets minder mee bezig, maar het is ook een discipline die eigenlijk zich heeft afgesplitst en die vooral ook heeft geleid tot alsmaar lichtere materialen, net om eigenlijk dat competitie-element meer mogelijk te maken. Dan hebben we ook nog snowboardtouren en splitboarding. Misschien moet ik heel even het woord aan Jelle geven van waar dat er voornaamste verschillen in zitten ten opzichte van tourski-tours. Ja, er kwam een vraag op de chat van Niels. Waarom dat we daar een onderscheid in maken? Om duidelijk te zijn, er is heel weinig onderscheid. Dus de speeltijd op skis is hetzelfde als de speeltijd op snowboard. Dus al de verschillende disciplines die door Bart zijn aangehaald, die kun je perfect doen op snowboard of op splitboard, afhankelijk van de discipline natuurlijk. Maar door het verschil in materiaal zijn er toch wel bepaalde opmerkingen te maken in de motoriek, in de efficiëntie die gebruikt wordt op een splitboard. En daar zal ik later op het einde van de sessie even nog kort op terugkomen. En dan sta ik natuurlijk altijd open op vragen als er iets specifiek is op splitboarding. Maar grotendeels is het heel gelijklopend met skitouren natuurlijk. In de keuze van tochten en terrein zit er soms ook nog wel wat nuance, zeker bij de afdalingen. Maar misschien dat Jelle er straks nog verder op ingaat. Er zijn nogal wat landen, zeker in Zwitserse kaarten bijvoorbeeld, zie je dat soms ook wel welke toeren zich extra lenen voor splitboards of voor met snowboard af te dalen en welke zich daar misschien wel minder voor lenen. En heel vaak heeft dat dan te maken doordat er plattere stukken in de afdaling zitten of misschien kleine stukken terugstijgen, omdat dat met een snowboard vergt dat je telkens aan het ombouwen bent of op een ambetante manier eigenlijk moet bijsteken, waar dat met skis net iets gemakkelijker gaat. Ja, waarom zou je dat nu gaan doen, dat tourskiën of dat tourboarden? Wel, omdat er eigenlijk een hele nieuwe wereld voor je open gaat. Je bent ver weg van de pistes. Je hebt eigenlijk de beleving van een desolaat berglandschap. Ook al kunnen sommige tours ook wel zeer populair zijn. En het is echt vaak als team functioneren in de bergen. Je bent echt wel op elkaar aangewezen voor uw veiligheid, voor het maken van uw keuzes, voor de ambiance.
bij bergwandelen bijvoorbeeld, ja, volg je bepaalde paden. En kan soms er al wel eens gekozen worden voor ieder wat op eigen ritme of zo. Dat speelt veel minder bij in de winter, omdat je daar eigenlijk altijd geacht wordt van samen te blijven, zicht te hebben op elkaar, ja, afwegingen te maken. Het brengt je ook in heel andere sferen. Een winters landschap is toch nog altijd het meest perfecte berglandschap dat je kunt voorstellen. Heel harmonieus, vaak ook heel stil. Wat wou ik daar verder nog over zeggen? Ja, ik kan er nog wel opkomen, maar ik kan het nu niet direct nog aanvullen. Nu, het is niet zonder risico's. Het onderweg zijn in de winter. Voornaamste risico's dat we spontaan direct aan denken is uiteraard de lawines. Waar je een zeer aanwezig risico, een risico dat ook behoorlijk wat kennis vergt. Het is niet voor niks dat wij op al onze stages verwachten dat iedereen, ook op een kennismakingsstage, al eens een workshop lawinekunde is gaan volgen. Dat, omdat je dat eigenlijk, allee, dat is een vrij complexe materie. En zelfs om daar de basis van onder de knie te hebben, heb je wat herhaling en interpretatie en oefening nodig. Dus ja, er wordt op elke stage opnieuw bij stilgestaan. Ook als je met een bergiets of zo zult weggaan, die zal misschien minder het overbrengen van het inschatten van het lawinegevaar, omdat die dat vaak op zich zal nemen. Maar zeker in de respons bij een lawineongeval zal die absoluut opnieuw met jullie de oefeningen gaan doen. Maar je hebt dat ook nodig, die herhaling, om je er telkens in te verbeteren. Het leren inschatten ervan is een lange weg en zijn verschillende methodes voor. Wij kiezen daarvoor bepaalde eenvoudigere methodes die ook een bepaalde marge overlaten. Nu, lawine is niet het enige gevaar. Je kunt ook tijdens het skiën nogal wat voor hebben van valpartijen, van neerstorten. Denk ook aan gevolgen die met de meteo te maken hebben of met temperatuur. Als je ergens geblokkeerd geraakt en het is een lage temperatuur, je kan dat ook wel risico's met zich meebrengen. En je ziet het hier ook een beetje, de zichtbaarheid lijkt hier al wat te gaan verminderen. Ook dat is iets dat enorm van belang is. Je wilt altijd qua oriëntatie weten waar dat je bent. En bij verminderde zichtbaarheid kan dat ook wel grote gevolgen hebben. Dus ja, lawinegevaar is hetgeen dat we absoluut op de eerste plaats zetten bij de risico's. Maar het gaat wel om veel meer waar dat je mee wilt leren omgaan. Ja. Lawinegevaar, om daar toch eventjes op in te gaan, wat symbolen die sommigen misschien al wel vertrouwd zijn, want op skipistes zie je die symbolen even goed. Er hangen vaak vlaggen uit op skipistes die al een indicatie geven over het lawinegevaar. Soms zijn er symbolen die dat je ook in lawineberichten zal terugzien. Het is een schaal van 1 tot 5. Maar eigenlijk zou je kunnen redeneren dat het een schaal van 1 tot 4 is. Want bij 5 hoop ik dat je zelfs niet meer in het skigebied bent. 5 is eigenlijk een lawinegevaar waarbij dat eigenlijk ook delen van dorpen of berghutten enzovoort soms in gevaar kunnen zijn. En een schaal van 1 tot 4 hoort je ook niet te redeneren van het is maar 3 en niet 4, dus het zal wel veilig genoeg zijn. Nee, de meeste ongevallen gebeuren eigenlijk net in lawinegevaar 2 en 3. Want bij lawinegevaar 4 zullen de meeste van bijna alle tochten afzien. Nu, lawinegevaar inschatten, het is een complex iets. Er is heel wat werk vooraf bij te doen van wat je
analyse van lawineberichten, het toepassen van een stappenplan daarin. Maar er zijn ook indicaties op het terrein zelf. Ik ga daar nu niet verder op ingaan. Hier staan er op die ene tekening al verschillende. Dat zijn zaken die dat je leert in een lawineworkshop en die je nog veel meer leert door op stage te gaan en daar te leren observeren en interpreteren. Wat natuurlijk geen garantie is dat je elk van die lawine tekenen ook op een stage zal zien. Want het hangt uiteraard ook af van wat zijn de omstandigheden op die moment. Het kan zijn dat je een hele week een bepaald type problematiek hebt of helemaal geen. Ja, dan is het natuurlijk moeilijk om te zeggen van kijk naar sporen van verse lawines als er al 2 weken geen lawines zijn geweest in de regio waar dat je bent. Materiaal, wat heb je ervoor nodig? Eerst al kleding, daar vertrekken we vanuit. Voor het tourskiën, hier zou je kunnen zeggen dat dat al een foto mist die nou al wat meer naar het ski-alpinisme neigt. Maar voor het tourskiën gaan we in principe qua kledij toch wel iets andere kledij aan hebben dan we bij pisteskiën zouden hebben. Pisteskiën zijn we eigenlijk ofwel in beweging naar beneden met nogal wat snelheid. Dus we gaan het niet te warm krijgen. En op de lift zitten we stil. En willen we vooral hebben dat we niet te veel afkoelen. Dus we hebben daar doorgaans een vrij dikke, gewatteerde skibroek aan. Alhoewel dat de winters tegenwoordig ook wel wat warmer worden. En veel skimerken ook gevolgd zijn met verluchting op de benen enzovoort. Maar bij tourskiën gaan we vaak nog net iets lichter gaan. Gaan we eigenlijk naar goed ademende broeken. Of broeken die, waar ook ja, heel wat verluchting is open te zetten. Snowboarders denk ik dat nog net iets vaker met iets dikkere broeken onderweg zijn, omdat zij gewoon al vaker in de sneeuw neerzitten. Maar zeker bij tourskiers is het zo dat je iets luchtigere kledij gaat aandoen. Het drielagen systeem blijft daar ook van toepassing, net zoals in de zomer. Alleen gaan we daar wat materiaalkeuzes in maken die ja, wat meer gericht zijn op de winter. Zeker dingen die extra koud kunnen krijgen, zoals handen, hoofdbescherming enzovoort. Daar gaan we extra aandacht aan hebben. Een helm van op de piste is iets dat u de beste bescherming geeft bij het skiën of snowboarden of pisten. Maar het is soms ook een iets zwaardere helm. Vandaar dat er tegenwoordig ook zowat hybride helmen zijn. Maar dat toch wel van belang is, kies voor een helm die u altijd voldoende bescherming geeft. Het lichtst mogelijke tourski helmje geeft u ook minder bescherming. Ja. De ogen gaan we uiteraard ook bestellen, beschermen. En daar zie je zo'n voorbeeld van een helm. En dan hebben we uiteraard nog bescherming tegen de zon. Naar materialen toe, hier nu even wat skis betreft, het is maar een voorbeeld. Op het moment dat je een opleiding gaat volgen of dat je een stage gaat volgen, gaat er veel meer gedetailleerd op ingegaan worden. Maar wat is de essentie bij tourskiën qua materiaal waar je je mee gaat voortbewegen? Dat is tourskischoenen, dat is iets anders dan de klassieke pisteskischoenen. Het grootste verschil daarin is zowel de zool, je ziet daar eigenlijk een Vibram-zool ondersteken, als dat je eigenlijk die schoen op veel plaatsen kan openzetten en die heel naar achter kan klappen, waardoor dat je eigenlijk een heel bewegelijke schoen krijgt, waardoor dat je soepel omhoog kunt stappen en op het moment dat je naar beneden gaat, dat ook allemaal vast kan zetten, zodat je een vaste skischoen krijgt. Die gaat zelden het comfort en de vastheid geven van een pisteskischoen. Dus dat ga je heel snel merken ook, dat je zo precies skiën als dat je met een normale skischoen kan doen, dat gaat moeilijker zijn. Je gaat ietsje meer je bewegingen wat moeten accentueren om eigenlijk je skis te laten volgen. De skis zelf zijn doorgaans ook wat soepeler en vooral veel lichter. En ja, dat heeft uiteraard ook weer zijn gevolgen als je dan op hardere sneeuwschoorten of op de piste bent, dat wel heel anders aanvoelt dan wat je zal gewoon zijn. Onder die skis voor te stijgen gaan we stijgvellen hangen. Je ziet ze daar
opgerold liggen. Aanvankelijk waren dat vellen gemaakt uit paardenhuid met de haren die in één richting u tegenhielden. Dat principe bestaat eigenlijk nog altijd, alleen is nu allemaal kunstmatig. Het zijn vellen die worden ook speciaal behandeld dat die geen vocht opnemen, maar dat je eigenlijk daarmee vlot op de sneeuw omhoog kunt stappen. En dat kan best wel wat helling zo kan, zolang dat sneeuw is en goede sneeuw blijft, lukt dat om eigenlijk toch wel tot rond 30, 35 graden met die vellen omhoog te stijgen. Eens dat het wat ijziger begint te worden, dan worden er vaak ook nog harsijzen of crampons, andere je skis gezet. Die zie je daar, dat zijn die groene dingen. Waarmee dat je eigenlijk daar nog een betere grip kan aanhouden. De bindingen op tourskis. Ik heb daar nog een aantal verschillende types in. Maar wat de laatste jaren wel de standaard is geworden, is zo van die pinbindingen. Zoals je daar een detailje van ziet, maar er zijn meerdere soorten in. Ik ga er nu even niet verder op ingaan. Maar dat maakt eigenlijk dat eigenlijk die skischoen, je ziet daar vooraan zo een grijs puntje in, dat je eigenlijk daar je schoen in vastklikt. En bij het stijgen is dat eigenlijk het enige dat echt vasthangt aan die skis. En bij het afdalen modificeert je eigenlijk die binding een beetje, zodanig dat je schoen mooi vastzit. De stokken die we gebruiken zijn doorgaans telescopische stokken. Met uiteraard een wat bredere sneeuwschotel, zodat we eigenlijk vlot omhoog kunnen gaan. En ook in zachtere sneeuwsoorten nog altijd wel ons ten volle op ons skistokken kunnen leunen als dat nodig zou zijn. En dan hebben we nog het lawinemateriaal uiteraard. Hè. De heilige drievuldigheid wordt wel eens gezegd. Dat je dat sowieso bij hebt. Elke tourskier of freerider hoort dat sowieso bij te hebben. Zijnde een lawineslachtoffer zoekapparaat. En dan nog eentje van een relatief recente makelaar liefst. Een sneeuwschop. En daar kiezen we absoluut voor een metalen schop tegenwoordig. Niet voor de plastieke zoals er 15, 20 jaar geleden nog wel vaak de omloop deden. En een sneeuwsonde, waarmee dat het mogelijk wordt om te sonderen waar exact een slachtoffer ligt, eens dat we het gelokaliseerd hebben met onze lawineslachtofferzoekapparaat. Dan hebben we wat groepsmaterialen standaard bij. Zijn de EHBO en alleen noodmaterialen eigenlijk en oriëntatiemateriaal. Aanvullend. Persoonlijk vind ik een helm niet iets aanvullend, maar iets dat bij de basisuitrusting behoort. En ik denk dat dat wel wat de KBF-visie is, dat elke van onze stageleiders dat ook wel zo uitdragen. Maar een helm is standaard, een lawine-airbag is niet standaard, maar wel een goede keuze. Ja, nu zie je dat ook nog eens in fotomateriaal. Zo. Een noodtekentje, dat kost niet veel, dat weegt niet veel, dat neemt niet veel plaats in. Eigenlijk hoort dat ook gewoon bij elke persoon tot de standaarduitrusting te behoren. Ook als ik ga piste skiën trouwens, heb ik dat stevast ook in mijn jas zitten. Want dat neemt toch geen plek in. Hier staat nog eens een goede motivatie over wat dat je van tijd nodig hebt, moest je nu enkel met een lawinebieper een slachtoffer willen lokaliseren. Dat zal nog redelijk snel gaan. En die eruit proberen krijgen, waarschijnlijk ben je meer dan een uur bezig en zal je geen levend slachtoffer niet meer hebben. Moest je nu enkel een lawine slachtofferzoekapparaat en een schop hebben, dan gaat het al aanzienlijk sneller. Ja, en dan ga ik het maar over een slachtoffer dat een metertje diep ligt hier, hè, waar ze die tests mee gedaan hebben. En als je nu echt die heilige drievuldigheid aan materialen hebt, dan zou het moeten kunnen in een tijd van ongeveer 11 minuten. Dat is allemaal wel heel theoretisch op zich. Maar het is wel interessant om te weten dat je eigenlijk in het eerste kwartier
hoort uw slachtoffer uit van onder de lawine te halen om de overlevingskansen te maximaliseren. Daarna valt dat enorm snel terug. Naar materialen toe. Omhoog en omlaag. Ja, het stijgen met skis vergt een bepaalde techniek. Ik moet zeggen dat het gewone stijgen in niet te steil terrein, dat eens dat je dat een beetje beet hebt, dat je gaat zeggen dat behoorlijk vlot gaat. Persoonlijk vind ik dat veel lichter dan in de zomer omhoog stappen. En de reden daarvoor is dat je heel gemakkelijk in een bepaalde cadans geraakt. En dat eigenlijk je zodanig kan stappen dat elke stap min of meer gelijk is aan de vorige stap. Wat dat maakt dat je eigenlijk op een vrij korte tijd grote hoogtes kunt overwinnen zonder het gevoel te hebben van ik ben mij hier kapot aan het lopen of zo. Eens dat het terrein moeilijker wordt, complexer wordt, doordat je tussen de bomen moet, doordat de stappen ongelijkmatig worden, het veel meer gaat om evenwicht proberen bewaren of heel steil wordt en je moet beginnen spitsen keren, dan wordt het wel al een ander verhaal. En dan wordt het ook ingewikkelder. De mate dat je en de vlotheid dat je in je spitsen keren hebt, zal dan ook maken hoeveel energie dat je over hebt om verder omhoog te gaan en daarna je afdaling te doen. Dus dat is wel een belangrijke techniek die ook op stages wordt aangeleerd. Ja, meestal zullen we op skis omhoog stijgen. Soms in steiler terrein kan het ook wel eens zijn dat ervoor gekozen wordt om de skis eventjes op de rug te doen en dat je op de schoenen verder gaat. En als het nog steiler, extremer, ijziger wordt, dan durven er ook al wel eens stijgijzers boven gehaald te worden. Nu, normaal bij stages in het middelgebergte horen stijgijzers er niet bij. In de echte hoogtoeren kan dat al wel een standaard uitrusting zijn. Ja, en dan het afskiën. Hè. Vellen af en afskiën, ja. Maar ook daar, het gaat heel de tijd over de juiste keuzes maken, het juiste groepsmanagement. Wie staat er waar, op welk moment dat er wordt afgedaald. Je wilt altijd vooral vermijden dat er iemand onder een lawine komt, maar moest dat toch gebeuren, dat ook maar één persoon is. En dat vergt nogal wat groepsmanagement en afspraken van hoe pakken we het hier aan? En het is een realiteit bij tourskiën dat je eigenlijk heel de tijd je afdaling gaat segmenteren. Anders dan misschien bij pisteskiën, waar dat je gewoon zegt, we zien elkaar beneden aan de lift en we vlammen naar beneden. Bij tourskiën en bij freeriden ga je echt segment per segment gaan afspreken van dat is onze rustplaats en langs daar skiën we er naartoe. En dan heb je nog uiteraard ook de manieren van skiën, die ook al wel verschillend zijn in de sneeuwsoorten, waar dat je gewichtsbelasting in vieren of in poedersneeuw bijvoorbeeld is ook al wel verschillend. Even door een 6-stappenplan om met lawines om te gaan, of eigenlijk tochtplanning in het algemeen zou je kunnen zeggen, is, dat ga ik nu echt wel in het versneld doen, want in een lawineworkshop worden daar al een paar uren bij stilgestaan en op mijn stage nog veel meer. Maar het vertrekt allemaal van bij een zorgvuldige tochtvoorbereiding. Dat begin je al thuis te doen en daar ben je zeker ook de avond voor die mee bezig. Met alle bronnen die daarvoor zijn. Het juiste materiaal, hadden we het er net al over. En bepalen van strategie. En strategie is het toepassen van alles wat je voorbereid hebt. Maar is evengoed het constant blijven analyseren van wat dat er zichtbaar is. Wat zie je op de berg? Welke risico's zien we daar? Wat is er misschien anders ten opzichte van onze voorbereiding? Welke weersevolutie is er? Maar dan zitten er ook van die keuzes dat je maakt van hoe gaan we hier omhoog gaan? Kunnen we schoon achter elkaar lopen? Moeten we een tussenafstand houden? Moeten we misschien bepaalde stukken één voor één passeren?
Dat zijn allemaal zaken die horen bij die strategie. En een strategie kan ook zijn dat je op bepaalde plaatsen beslist van we gaan hier niet voort en we keren terug of we zoeken een alternatief. Ja, dan onze eerste stap bij onze voorbereidingen is de steltegraad van het terrein leren kennen. Als we weten dat de meeste lawines ontstaan bij een hellingshoek van minstens 30 graden, ja, dan geeft ons dat eigenlijk al een goede indicatie als we naar kaarten kijken van waar zitten de steilere hellingen. En tegenwoordig laten de online mogelijkheden en de digitale kaarten ons toe om eigenlijk gewoon met een soort gekleurde layers te werken die heel snel duidelijk maken van waar zitten er steilere hellingen die dus bij bepaalde lawineniveau ook voor extra gevaar leveren. Ja, White Risk en FATMAP zijn zo twee voorbeelden, maar het kan nog in heel wat andere apps, een Alpenvrij en Actief enzovoort, kan dat ook in. Het lawinebericht, wat zegt ons dat? Dat zegt ook heel wat informatie over de lawineschaal. Je kan er ook zien van waar doet welk probleem zich voor, op welke oriëntatie, op welke hoogte, misschien nog wat terrein. Aspecten die een rol spelen. En daar zie je ook al de 5 courante lawineproblemen of sneeuwproblemen die lawines kunnen doen ontstaan. Nieuwsneeuw, driftsneeuw, altsneeuw, dus eigenlijk oude sneeuw die onder de sneeuw in ligt. Een ouder probleem waar het dan wat sneeuwlagen bovenop gevallen zijn dat. Dat is eigenlijk de lastigste, zeker voor ons als toch min of meer leken, omdat we daar heel weinig visueel indicatie van hebben van wat is hier het probleem. De andere zaken geven ons, van op de oppervlakte kun je al wel wat indicatie krijgen. Bij altsneeuw is dat een lastige en is het juist interpreteren van het lawinebericht superbelangrijk. Een nat sneeuwprobleem, dat is doorgaans bij het opwarmen van de dag. Dus hoe later op de dag, hoe meer dat de zon ergens op ingespeeld heeft, hoe groter dat probleem durft zijn. En dan heb je nog glijdsnee, een typisch voorjaars issue, tenminste tot voor een paar jaar, want ik heb ook al glijdsnee problemen tegenwoordig gezien in februari. Maar met ja, wat dat eigenlijk te wijten is aan de klimaatopwarming en onze soms wat sneeuwarme winters. Maar normaal is dat iets dat je typisch zo ziet in het voorjaar, het latere voorjaar, dat eigenlijk de sneeuw tot op de bodem kan beginnen schuiven. Nu, gebruik van een beslissingstoel. Wij stellen hier de Stop-or-Go voor. Dat is een keuze dat we met KBF gemaakt hebben, waar we daar eigenlijk ook wat Alpenverein in volgen. Die hebben een redelijk eenvoudige tool, waarbij dat je ja, in een aantal stappen tot een keuze gaat komen van binnen welk steilte van terrein blijf ik. En nog een aantal gedragingen waar je ook mee rekening houdt en interpretaties. Dus twee niveaus, een check 1 en een check 2. Het eerste is louter op wat is het lawineschaal in een bepaalde regio en de steilte van de helling. En een check 2 is welk probleem doet zich voor en hoe gaan we dat dan interpreteren. Hadden we het al over gehad, het materiaal dat je hoort mee te nemen. Hier zie je dat eventjes wat ik daarnet al schetste. Dat het echt wel binnen dat eerste kwartier à 20 minuten dat je je slachtoffer van onder zijn sneeuw wilt hebben. Want je ziet daar hoe enorm snel het kan achteruit gaan met het overlevingsrisico van je slachtoffer. De voorzorgsmaatregelen, dat is dan die strategie waar dat ik zo net over sprak. Dat je uw groepsgrootte, uw ontlastingsafstanden, waar dat je verzamelt. En dan stap 6, en misschien is dat wel de allereerste stap dat wij als KBF naar voren willen brengen, is dat je een opleiding volgt of anders u laat begeleiden door iemand met meer dan voldoende ervaring. En meer dan voldoende, dat is
nog iets anders dan iemand die je een beginnerstage heeft gevolgd, waar je je lot aan toevertrouwt. Nee, meer dan voldoende is iemand die zich serieus opgeleid heeft in de inschatting van lawinegevaar en alle omstandigheden, of een bergiets bijvoorbeeld. Voordat we naar de vragen gaan, tenzij Jelle al iets wil aanvullen, of ga je dat op het einde doen, Jelle? Uw microfoon staat uit. Ja, we kunnen overgaan naar de vragen. Dan kan ik eventueel nadien, of ik zal even kort het splitboard toelichten. Dus het grote verschil, zoals er net aangehaald, is natuurlijk het materiaal. Bij een splitboard, ik ga eens even het scherm delen, zodat dat ietsje duidelijker is. Een ogenblikje. Dus ik heb even snel een screenshot opgezocht van een splitboard. Zoals dat je ziet, is dat grotendeels gelijklopend met de uitrusting die Bart er net heeft toegelicht. Je ziet daar dan vast de heilige drievuldigheid met, zoals Bart zei, met de schep, de zonde en de bieper. Daarnaast hebben we natuurlijk telescopische stokken. Als we afdalen, hebben wij geen stokken nodig, dus dan gaan die achteraan op de rugzak. En dan heb je rechts natuurlijk het splitboard. Voor degenen die daar niet mee bekend zijn, dus die gaan, is een snowboard dat in twee wordt gesplit. Waarop dan wij op dezelfde manier als een toeskier zich dan ons naar boven begeven. En daar komen dan natuurlijk de bindingen op, als met de softboots. Eens dat wij boven zijn, maken wij een andere transitie, zetten wij het snowboard terug tezamen en kunnen wij beneden afdalen. Het grote verschil hierin zit dan vooral in de bindingen en in, het, in de boots, die zachte elementen zijn. Waardoor dat je toch wel zeker altijd heel goed je materiaal moet controleren. En waardoor dat je toch een beetje minder efficiënt bent als een skier. Dus voor de beginnende splitboarder zal je meestal wel ook met skitours op weg zijn. En ik heb dat 10 jaar ook gedaan met de KBF. En dat is perfect mogelijk en dat is geen enkel probleem. Maar je moet jezelf een beetje bewust zijn dat de efficiënties soms een beetje anders zijn. Wat is een ander gevolg? Is natuurlijk als je de tochtplanning, en dat heeft Bart er net ook aangehaald, dat je wel heel bewust bezig bent in je tochtplanning met transities. Het is niet per se de transitie aan zich. Iemand die zich bekend is met zijn splitboard om te bouwen, doet dat min of meer 30 seconden trager dan een skier. Dus dat is geen probleem. Maar het is vooral als je doorsteken hebt of lange traverses of heel wisselend terrein, kunnen wij niet heel snel omswitchen van downhill mode naar uphill mode. Terwijl dat, dat voor skiers dat die zich wel nog even te voet kunnen, kunnen manoeuvreren. Dus daar moet wel rekening mee gehouden worden. Dus, en dan voor de rest is het eigenlijk grotendeels gelijklopend. Voor downhill is er geen enkel probleem. Downhill. Een gegoede snowboarder gaat hetzelfde downhillen als een gegoede skier. Een slechte snowboarder, bij manier van spreken, gaat het slechter doen als een minder begaafde skier. Dus daar komt het wel op neer. Als je ietsje meer ervaren wordt, komt er uphill ook wel meer bij kijken dat wij op moeilijke en technische stukken, op ijzige stukken, sneller op harshizers of sneller gaan bootpacken. Dus dat wil zeggen met een snowboard op de rug, onze weg naar boven gaan bevinden. Omdat we dan toch ietsje meer stabiliteit hebben. Je moet rekening houden, als je het snowboard in twee split, zijn de latten veel breder dan een gewone skilat. En dat zorgt toch wel een beetje voor meer onevenwicht. Dat is geen groot probleem. Dat begint zich echt maar te manifesteren als je op moeilijkere en steile stukken terechtkomt. En dat zou normaal gezien ook niet het doel moeten zijn van een beginnerstage. Dus dat is een beetje heel kort splitboard toegelicht. Misschien nog terzijde, wanneer dat toerskiën mainstream beginnen worden is, dus voor het grote publiek, werd er ook al gesplitboard, maar dit was dan nog met sneeuwraketten en een snowboard op de rug. Ondertussen is dit heel hard geëvolueerd. Er zijn heel veel merken die op de markt gesprongen zijn en is echt wel goed materiaal voorhanden voor een degelijke prijs. Dus het is echt wel aan te raden voor als je de mogelijkheid hebt om direct over te schakelen op splitboard. Gaat het ook veel aangenamer maken. En dan is het ook geen probleem om met toeskiers op pad te gaan. Er was er al direct een vraag ook over het verschil tussen
softboots voor op de piste en softboots voor het splitboarden, of dat daar een verschil tussen is? Wel, dat is heel moeilijk. Hetgene waar je vooral op moet letten is een harde boot. Dus dat zijn eigenlijk meer de high-end ranges. Dus een hele compacte, harde boot. Met een vibranzool als kan. Maar dat we nu ook al beginnen merken, de laatste 2-3 jaar, is dat er ook meer splitboarders beginnen over te stappen op hardboots. Dus die markt is zich ook verder aan het evolueren. Die gebruiken dezelfde bindingen als dat toeskiers gebruiken. En dat is dan een hard boot die ietsje softer is en die daar ook voor gemaakt is. Maar specifiek uit ervaring is het vooral uitkijken naar een boot waar je je goed bij voelt, maar die echt wel heel stevig is, heel compact. Dus al gezegd, het is meer in de high-end range van een normale snowboardboot. Hoe losser dat is, hoe minder contact met je skiën, hoe minder efficiënt. Dus dat is helemaal niet goed voor het toerskiën, net als splitboarden. Ja, er is nog een vraagje over toeren met een gewoon snowboard in combinatie met sneeuwschoenen. Jelle. Wel, dat heb ik daarnet gezegd, dat is perfect mogelijk. Dat is ook heel goed voor skirando, als je even buiten de piste wil gaan. Als je echt begint te toeren en je doet verschillende tochten en je zit in een groep met bijvoorbeeld skiers of splitboarders, dan ben je sowieso minder efficiënt. Ga je meer energie verliezen en wordt het daardoor moeilijker. Dus daarnet aangehaald, de markt is heel hard gegroeid. Het is echt wel aan te raden om naar een splitboard over te stappen. Maar je kan perfect op sneeuwraketten gaan. Geen enkel probleem. Maar hou er wel rekening mee dat je toch wel meer energie verbrandt als je op snowshoes gaat. En, ik zie er onder andere nog de vraag over het voorbereiden op tourskiën en snowboarden. Daar misschien al even aangeven van, ja, enerzijds het skiën, het skiniveau is belangrijk, dat je daar toch bijzonder vlot rode pisten af kan en ook vlot genoeg een zwarte piste af kan. Wat kan je nog meer doen qua voorbereiding? Ja, dat zijn eigenlijk gericht wat uw kracht en uw vormspanning gaan oefenen. Eventueel kan het soms nuttig zijn er eens voor naar een kinesist te gaan, dat hij u wat begeleidt in wat oefeningen, of een sportcoach of zo, dat je weet welke oefeningen je kan doen en dat je daar toch wel een aantal weken vooraf mee start. Dat kan voor sommigen zeker helpen. Zorg je dat uw algemene conditie goed genoeg is, dat je een beetje aan duursport doet, dat je een tijdje... Alleen dat je eigenlijk al niet in je beleving belemmerd wordt doordat je conditie eigenlijk onvoldoende is. En de andere voorbereiding zit vooral op vlak van kennis en van echt uw tocht te gaan voorbereiden, denk ik. Mis ik daar nog iets in, Jelle? Nee, daar kan ik alleen maar bij aansluiten. Lawinekunde, opleidingen volgen en de bergen ingaan met begeleiding of met KBS-stages en ervaring opbouwen. Je kan de verschillende sneeuwcondities. En dat zijn er heel wat dat je kan tegenkomen buiten piste. Die kan je niet mimiken on piste. Die kan je daardoor ook moeilijk oefenen. Een goede conditie en kennis opdoen zijn echt wel de beste voorbereidingen. Ik zie daar ook een... ik denk dat Bart is weggevallen. Ik zag daar ook een vraagje of dat toeren alleen kan. Zoals dat Bart daarnet zei. Wordt er heel veel, puur ter meer sportief, gewoon op de piste naar boven getoerd. Dus dat kan perfect alleen gedaan worden. Maar eens dat je off-piste gaat, ben je altijd aangewezen op een groep. Sowieso, als je in een lawine terecht zou komen, heb je natuurlijk altijd je buddy rescue nodig. Ben je afhankelijk van met de mensen waarmee je op pad bent. Dus dat is inderdaad onverantwoord. Ik zag ook hoger nog een vraagje over een snowpit. Zeker voor de beginnende toerskier is het aan te raden. Eerst en vooral lawinekunde, maar vooral de lawineberichten te analyseren. Weet je dat de snowpit vooral wordt gebruikt, is als je bijvoorbeeld in regio's terecht zou komen waar geen lawinebericht beschikbaar is.
Maar door de morfologie van hoe dat de bergen gestructureerd zijn en dat je daar maar op een heel specifiek moment bent, geef je eigenlijk met een snowpit enkel maar die indicatie op dat segment van de omgeving. Dus er is heel veel ervaring voor nodig om af te gaan op die snowpit, hoe dat is verder vertaald in de regio op zich. Dus, maar dat wordt wel gebruikt, maar vooral voor gevorderde stages en voor als je in regio's komt waar geen lawineberichten beschikbaar zijn. Maar in de Alpen zijn we daar heel goed in voorzien, waar dat je heel in-depth lawineberichten hebt van de lokale lawinediensten. Oké. Okay. Kan hier nog eventjes terugdelen. Kan ik eens even op splitboard op de volgende vraag. De stabiliteit van het bord. Geen enkel probleem mee. Ik had ook de perceptie 10 jaar geleden. Ja, een bord dat in twee gaat. Je moet dan gaan downhillen. Ik heb al heel moeilijke sneecondities gehad. Heel technische. Heel, bij gevolg ook vrij stevige afdalingen. En die borden zijn heel betrouwbaar. Dus dat is niet iets om je zorgen over te maken. Die zijn heel stabiel. Ja. Oké. Okay. Zijn er nog andere vragen? Ik heb nog enkele dingen mede te delen. Maar... Ik heb nog een vraag over de tourski-binding. Dat is ook al in de chat gezet. Over het verschil het zo van die superliefde alpine bindingen en van die eerder van die bindingen zoals op de piste. Ja. Ik vroeg me af om een ski te kopen, wat ik daarin moet overleven. Ja, wel, dat denkt er eigenlijk heel erg vanaf van hoe dat je... Wat voor tochten dat je wilt gaan doen? Bij tours, de pinbindingen zijn wel wat de norm geworden. Maar ook daar heb je eigenlijk heel lichtgewicht modellen. Die eigenlijk meer gericht zijn op, ja, eigenlijk op het stijgen. En op het zo lichtgewicht mogelijk stappen. En je hebt er die meer op de afdaling gericht zijn. Dus veel meer freeride gericht zijn. Vaak zijn dat wel zwaardere bindingen. Maar die op zich ook meer veiligheid bieden in de afdaling. Dus eigenlijk is daar een keuze die gemaakt moet worden en waar je best goed laat adviseren door de verkoper. Dus ga zeker naar een speciaalzaak. Online zo'n dingen kopen, dat doe je eigenlijk pas vanaf dat je heel goed weet wat dat je wilt hebben. En speciaalzaken wat betreft tourskiën, er zijn er niet zo gek veel in ons land, hè. Dus ga liefst naar een verkoper die meer heeft dan twee types of zo, hè. Dat je iemand hebt dat daar ervaren in is. Ik zou in het begin ook adviseren, misschien koop nog niet. Als je iets koopt, koop dan je schoenen. Maar ook daar moet je al een keuze in maken van wil ik mij meer freeride gericht of meer tourgericht gaan opstellen. En de skis is best iets dat je eerst huurt, zodat je een aantal dingen kan ondervinden. Splitboards zijn er ondertussen ook op verschillende plaatsen te huur. Dus ook daar kan je wel wat dingen ondervinden. Ik denk in Vlaanderen dat het nog altijd wel redelijk beperkt is van de types dat je kunt huren. Maar er zijn toch zeker al opties momenteel. Ja, dat kon vroeger nogal eens een probleem zijn om een degelijk splitboard te kunnen huren. Maar er zijn meer en meer verhuurpunten, ook in België, maar zeker in de Alpen. Die zeer degelijk materiaal verhuren. Maar sowieso, als het de eerste keer is, ga zeker met de verhuurder door het materiaal. Kijk alles goed na. En dat je toch al bekend bent vooraleer dat je op stage gaat, dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Ja. En zorg ook dat materiaal zeker volledig is. Laat u zeker niet misleiden door een verhuurder die zegt van ja, maar. Harshuizen, dat heb je niet nodig voor de tours die dat je hier in de omgeving kunt doen. Waarschijnlijk als beginner heb je dat wel nodig op een gegeven moment. Dus zeker met splitboard, maar eigenlijk ook met tourski.
Zijn er nog verdere vragen? Nee, dan stel ik voor dat ik nog eventjes door een aantal data ga. Als je interesse hebt om te starten met de winterse bergsport, dan is de dag van de winterbergsporter uiteraard iets dat hopelijk al in jullie agenda staat. En waar ik van zou aanraden, dat als je er naartoe wil, zorg dat je zo snel mogelijk inschrijft, want er zijn al heel veel plaatsen bezet. Dat is 19 november in Gent. Ik kan ook meedelen dat er voor degenen dat er echt een winters weekend van willen maken, de dag voordien kan je daar ook lawineworkshop volgen. En dan zou je eventueel ook daar gewoon kunnen blijven slapen in het sporthotel, om dan de dag nadien de dag van de bergsporter, van de winterbergsporter mee te maken. Het programma kan je online vinden. Het is heel in de chat had Debbie al een aantal zaken vermeld van wat dat er aan bod komt. Maar het is een behoorlijk breed programma en vorig jaar ging die in Genk door, in Limburg. En dat werd bijzonder gesmaakt en was volledig volzet die dag toen. Ook nog zijn er wel wat workshops. Die ga ik niet allemaal overlopen, want dat zijn er bijzonder veel. Maar je kan op verschillende plaatsen sneeuw- en lawinekunde basis en verdieping of gevorderde volgen. Ook sommigen gaan wat dieper in op de stop-or-go-methode. En er zijn ook nog op één of twee plaatsen, geloof ik, dat je ook nog winter-EHBO kan doen. Wat dat ook aan bod komt trouwens op de dag van de winterbergsporter. Maar ook daar, ga naar de website. Tourski stages en alle mogelijke wintersportstages trouwens, die staan allemaal momenteel online, al heel eventjes. Er zijn er zelfs al een aantal volzet. Dus als je interesse hebt om u in te schrijven, wacht niet te lang, want het durft wel eens snel vollopen. Nog even doorlopen van wat komt er nu op zo'n beginnerstage aan bod? De hogere niveaus ga ik niet direct verder op in. In de chat is ondertussen de directe link toegekomen van het winteraanbod. Dus als je daar even op doorklikt, dan kan je daar direct naartoe. Nu, wat leer je op een beginnerstage? Dat is eigenlijk het gebruik van uw materiaal. Techniek van stijgen en dalen. Je leert ook al wat rond tochtvoorbereiding. De 3x3 planning, dus eigenlijk het gaan rekening houden met verschillende factoren en op verschillende momenten en hoe dat je dat dan afweegt ten opzichte van elkaar. De inschatting van het lawinerisico in het terrein gaan we mee aan de slag. Ik geef wel direct mee, veel van die zaken zijn een lang leerproces en in 6 dagen stage ga je niet alles zomaar beet hebben. Vaak is daar een eerste keer dat je ermee in aanraking komt en vergt dat daarna nog heel wat meer oefening en liefst ook onder begeleiding. En dan heb je ook nog respons bij een lawineongeval dat op een beginnerstage aan bod komt, maar dat je zeker ook al als je met een berggids of wat dan ook zou gaan skiën, daar gaat daar zeker ook al aan bod komen. Wat wordt er van jou verwacht? Ja, het was daar net al eventjes aan bod naar van hoe kan ik mij voorbereiden, maar dat uw fysieke conditie in orde is en voor sommige stages zelfs veel meer dan in orde. Dat uw skiniveau naar behoren is, op het pisteskiniveau dus. Dat je de workshop sneeuw- en lawinekennis, de basisworkshop, gevolgd hebt. Dat is dus zowel de theorie als het praktijkdeeltje daarvan. Dat je je voorziet op het juiste materiaal en kledij, waarvan veel kan gehuurd worden, want je hoeft niet per se direct alles gekocht te hebben. Het is zeker wat het technisch materiaal betreft vaak interessanter van een aantal dingen uit te proberen en dan pas je keuze te maken van wat ligt mij het beste. Lidmaatschap van KBF en ik denk voor alle of zo niet de meeste stages zal de minimumleeftijd toch wel op 18 jaar zitten. Misschien ook wel leeftijd nog betreft. Ik denk dat er ook wel, ik weet niet wat het voor tourskiën is, maar ik vermoed van wel dat er ook nog wel een aantal stages zijn die gericht zijn op een iets oudere leeftijd.
als je zegt van ja, ik ben 50 of 55 plus of zo en ik zou toch liever misschien aan een ander ritme dan aan een twintiger bijvoorbeeld een stage willen volgen, daar is ook een aanbod voor dat sommige stageleiders op zich hebben genomen. Nog eens de tips. Staat er misschien nog één opvallend in ook, dat je misschien best bij een stage, niet op de dag zelf dat de stage begint, toekomt, maar probeer er al een dagje eerder te zijn en ga met dat materiaal dat je misschien gehuurd hebt of gekocht hebt, ga er al eens een dagje mee skiën op een skipiste, maar zorg er ook voor dat je niet op die inskiedag al je kruid verschoten hebt, zodat je de dagen nadien al moet bekomen ervan. Dus rustig enkele uren inskiën met een goede middagpauze, dat is de beste keuze om daags voor je begin van je stage te doen. En ik denk niet, als er geen verdere vragen zijn. Ik had nog een vraag over, want het gaat de hele tijd over het lawinegevaar. Ik vraag af, hoe vaak komt dat voor? Hoe gevaarlijk is het? Ik heb vooral op en naast de pistes gespeeld tot nu toe. Dus ik kan me niet super inschatten. En na deze uitleg krijg ik het gevoel dat het super gevaarlijk is. Hoe vaak komt het voor? Dat is heel moeilijk om te antwoorden. In de directe omgeving van skipistes komt dat bijzonder weinig voor. Omdat het daar eigenlijk een gecontroleerde omgeving is. En wat gaat men daar doen? Men zal afsluiten waar het te gevaarlijk is. En men zal ook gericht waarschuwen. En wat dat ze ook rond skipistes doen, dat is eigenlijk zorgen dat de onstabiele sneeuwlagen worden losgeschoten. Of door luchtdruk, of zelfs door dynamiet enzovoort, dat men eigenlijk onstabiele hellingen die skipistes kunnen bedreigen, of de directe omgeving daarvan, gaat men ervoor zorgen dat dat eigenlijk geen risico meer is. Als je vanuit een skigebied of vanuit een hogerliggende lift natuurlijk op een heel andere flank naar beneden ging te gaan door het bos en dan benedenaan wat traverseren om terug aan het begin van de skipistes te geraken, ja, dan zit je helemaal niet meer in die gecontroleerde omgeving. En dan vergt het wel een veel grotere inschatting. Hoe vaak gebeuren er lawineongevallen? Ik zou zeggen veel te vaak, want er vallen elk jaar doden mee. Dus ja, het blijft iets een risico dat zich in zekere mate laat inschatten, maar weet dat je bij lawinegevaar altijd bezig bent met het reduceren van een risico, nooit mee het tot helemaal nul herleiden. Dank je wel. Ik had ook nog een vraag. Met een splitboard, snowboard je daar gemakkelijk een ganse dag op de piste mee? Dat is geen enkel probleem, maar het is ook niet de bedoeling van het splitboard. Als je een fixboard hebt, gebruik je best je fixboard. Als je je splitboard een dag wil testen op de piste, zou ik het zeker aanraden. Natuurlijk is het niet gebouwd om 6 uur per dag te knallen op de piste, bijvoorbeeld. Een splitboard moet je rekenen, als je aan het stijgen bent, kun je rekenen dat je 4 uur stijgt en dat je 1 uur afdaalt. Dus daar zit natuurlijk wel een verschil op. Je hebt verschillende componenten. Dus de levensduur ga je wel reduceren als je daar bijvoorbeeld 3 weken op een seizoenpiste mee gaat snowboarden. Maar nogmaals, als je je materiaal wilt testen, is het zeker aan te raden dat je zeker sowieso eerst een dagje gaat snowboarden met je splitboard. Oké, merci. Geen verdere vragen meer van iemand?
moesten die er nog komen, richt ze aan winter@kbvz2.be. Ah, ik zie dat Justine nog een vraagje heeft. Misschien eventjes je geluid, je microfoon aanzetten, Justine, of het via de chat vragen. Ja, welke skipas heb je nodig als je wil splitboarden? Ik denk dat dat geen enkel verschil maakt wat je juist onder je voeten hebt als je op de piste of op de liften wilt. En ik heb ook al gehad op als de condities er niet naar zijn om effectief weg van de piste te gaan, maak ik ook wel een keer gebruik van op de piste naar boven te skinnen. Er zijn zelfs al verschillende skigebieden die bepaalde trajecten in hun skigebied verwerken. En die kan je perfect zonder skipas naar boven gaan. Ja, en, maar het klopt wel inderdaad dat er in sommige gebieden een apart toelatingsticket of bijdrage of zoiets gevraagd wordt voor het omhoogstappen op skipistes. Ja. Maar dat is echt gebiedsafhankelijk. Wat dat soms ook gebeurt, is dat je als piste tourskier of tourboarder dat je op een bepaalde parking moet gaan staan en dat eigenlijk je parkinggeld je toegangsticket is. Dat heb ik ook al ergens gezien, maar wow, het is echt per gebied verschillend. En voor verzekering naast de piste, dus als je aan het tourskiën bent, is er daar een speciale verzekering die aan te pas komt? Ik geloof ook dat er bij KBF een bepaalde verzekering zit. Dekt die dan ongevallen tijdens het tourski naast de piste? Ja, de standaard KBF lidmaatschap dekt eigenlijk het tourskiën, het freetouren enzovoort allemaal. Eigenlijk komt het erop neer dat het pisteskiën zelf, dat je daarvoor een aanvullende verzekering neemt. Dat klinkt gek, omdat dat klinkt als minder risico, maar omdat er daar een heel andere kostenstructuur achter zit en dat ingeschat wordt als minder bergsport en meer normale wintersport, is dat iets dat eigenlijk aanvullend verzekerd wordt bij ons. Ja, ik zie daar nog een vraag komen over de stageorganisatie. Het klopt, KBF is niet de organisator van de stages die dat jullie kunnen volgen als zelfstandig sporter. KBF is de federatie en binnen die federatie zijn momenteel meer dan 30 clubs waarvan dat er een aantal winterse bergsportstages organiseren. Zij zijn de feitelijke organisator effectief. Maar dat zijn dus allemaal erkende KBF-clubs. Het lidmaatschap dat daarbij staat, ja, via KBF kan je lid worden en je kunt dan kiezen voor welk van die lokale clubs je lid wordt. Maar het is niet zo dat er momenteel clubs zijn die stages enkel voor hun leden of bergsportstages enkel voor hun leden opzetten. Doorgaans zijn al die stages ook toegankelijk voor andere KBF-leden. Oké, als er geen verdere vragen meer zijn, dan bedankt voor het luisteren en het volgen van deze webinar. En ik hoop dat we jullie ergens op een van de stages of andere activiteiten mogen terugzien.